Hallo. Yo gasten van Almers Noem Wel, mijn naam is Barend en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Yes, zoals je kan lezen, vandaag ga ik jou leren hoe je nou een fingerboardje in elkaar zet. Ik heb namelijk de afgelopen tijd vet vaak vragen binnengekregen zoals... Maar Barend, ik wil een fingerboardje in elkaar zetten, maar het lukt niet. Maar Barend, ik heb griptape erop gedaan, alleen de griptape is verkeerd gegaan. Maar Barend, ik heb drugs geïnstalleerd, maar ze vallen er steeds af. Dit was trouwens iemand van 11 die dat instuurde. Ja, je denkt natuurlijk, oh, dit is een super makkelijk klusje. Hoe zet ik een fingerboardje in elkaar? Hobbelbababoem! Het is op zich ook niet heel moeilijk, maar omdat ik zoveel vragen heb gekregen, denk ik van, nou, ik doe dan toch maar even een video over maken, zodat als iemand er ooit vragen over heeft, ik deze video kan sturen en dat er niks meer fout kan gaan. Want het is natuurlijk zonde als je wat kwijtraakt of als er wat kapot gaat, wat niet kapot had hoeven gaan. Ook geef ik jullie een paar tips die je sowieso gaat meenemen in je fingerboardcarrière, waardoor het fingerboarden gewoon allemaal een stuk makkelijker en een stuk leuker wordt, ook het maken van die dingen. Want ja, er zit natuurlijk een verschil in. Sommige zijn al in elkaar gezet, maar sommige moet je ook helemaal zelf maken. En daarom maak ik dus deze video voor als je dit nog nooit hebt gedaan, voor de eerste keer, of als je elke keer dus ervaart dat er iets kapot gaat of iets eraf valt, maak ik deze video op die manier. Even tussendoor, ik heb bijna 5000 abonnees. Het is echt bizar. Maar er zijn heel veel mensen nog niet geabonneerd. Doe dat wel even. Klik gewoon even op dat knopje. Lijkt me super gaaf en dan komt er een hele speciale video online. Ik heb nu al iets leuks bedacht. En ja, ik heb daar gewoon heel erg veel zin in. Alright, dus ik ga deze nu uit elkaar halen. En dan kunnen we hem samen in elkaar zetten, zodat ik jullie alle nodige tips kan geven. Alright, hier ligt hij dan. Zoals jullie kunnen zien, ik heb hem helemaal uit elkaar gehaald. Van alles, van top tot teen, is hij helemaal los. Zoals je kan zien, ik heb ook geen griptape meer op het boordje. We gaan hem gewoon helemaal opnieuw bouwen. Het eerste waar ik meestal mee begin, is de riptape. Maar zoals jullie kunnen zien, zijn bij de trucks zitten de bushings er al in. Die bushings, meestal zitten die gewoon al bij de trucks. Dus ik had zoiets van, die haal ik er niet vanaf. En zoals je kan zien, zijn dit wel andere bushings. Dit zijn Teak Tuning bushings. En nou ja, die kan ik iedereen aanraden, want die zijn echt super chill. Maar het uithalen en het verwisselen van die bushings is niet heel bijzonder. Dus vandaar dat ik die er gewoon op heb gelaten. We hebben natuurlijk ook een aantal spullen nodig. Dat gaat zijn een tool. Dit kan natuurlijk ook gewoon je goedkope TechDeck tool zijn. Maar omdat ik deze wat fijner vind, want deze is wat groter, gebruik ik deze in deze video. Een nagelvel. Ja, dan vraag je waarschijnlijk af waarom. Maar dat komen we zo meteen op. En natuurlijk een schaar voor als je je riptape op een leuke manier wil gaan invullen. Nou, dat ga ik in ieder geval wel doen. En daarom gaan we ook maar direct de riptape erbij pakken. Zoals je kan zien, dit is gewoon een riptape velletje. Het is niet heel bijzonder. Het is de AliExpress vel. Normaal zou je zeggen van, hey, hoezo pak je niet de Yellowwood? Omdat ik de laatste tijd deze heel vaak gebruik. Ook bijvoorbeeld bij dit boordje, het Flatface Burningwood boordje. Daar gebruik ik hem ook bij en ik vind hem eigenlijk super chill. Dus vandaar dat ik zoiets had van, weet je, ik was toe aan nieuwe riptape. Laat ik deze er anders eens op doen. Nou, zoals jullie kunnen zien, heb ik het Yellowwood logo naar voren. Want dit is dus ook de achterkant, dit is de voorkant. Er zit bij Yellowwood niet echt een groot verschil in tussen de voor- en achterkant. Bij Burningwood bijvoorbeeld wel. Dan is het bijvoorbeeld leuk dat je kan zien via de riptape welke de voorkant en de achterkant is. Zodat je eigenlijk altijd goed zit met het doen van je trucjes. Dus ook voor nu ga ik dat doen. Ik ga een hele simpele tactiek gebruiken om een toffe rip job te doen. En dat is gewoon één streep ongeveer hier zo knippen. Dus dat ik een kleiner achtergedeelte heb dan de voorgedeelte. Meestal draai ik dan ook eventjes mijn boordje om. Want je wil natuurlijk niet dat die streep precies bij de gaatjes van het boordje komt. Je wilt het ongeveer net iets naar boven hebben. Dus daar gaan we ook voor. We gaan ongeveer voor hier. Dus dan zet ik de riptape ernaast. Dan ga ik ongeveer kijken van, goh, waar moet ik hem neerzetten? Nou, dat zou ongeveer hier zijn. Als ik dan ongeveer hier zo ga knippen, dan zit dat ongeveer goed. En zo te zien ben ik een beetje schuin gegaan. Maar het is ook wel wat lastig te zien vanaf deze hoek. Ik ga eens even kijken of ik vanaf een andere kant... Even een ander perspectief. Zo. Misschien is dit wat makkelijker. Ik weet het niet. Zoals je kan zien heb ik nu dus een mooi lijntje geknipt. En kan ik door middel van het testen zien of het goed zit of niet. Nou, dit zit er gewoon hartstikke goed. Dus die kunnen we houden. Alright, wat ik dan meestal als eerste doe, is ik pak het kleine velletje. En het kleine velletje, die ga ik als eerste erop plakken.
Trouwens, voordat ik dat ga doen, ik zie ook heel vaak mensen de trucks eerst op het boordje zetten en dan pas de riptape. Dat kan natuurlijk ook als je weet van, goh, dit boordje ga ik toch langer gebruiken. Dan kan je dat op die manier het beste doen. Maar ik ga jullie straks laten zien hoe ik de bolts door de riptape krijg, waardoor je dus ook zichtbare bolts hebt. En dat vind ik persoonlijk fijner, want ik hou er nog wel eens van om te wisselen van boordje, om te wisselen van setup en dergelijke. En dan kan ik dat op die manier makkelijker doen. Alright, ik ga hem erop plakken. Dit is wel een beetje een awkward angle op deze manier. Ik doe dit altijd wel echt heel voorzichtig, want je wil gewoon dat hij er gewoon recht op plakt natuurlijk. Even kijken, ik doe hem nog even iets verder zo. Nou, dat ziet er goed uit. En nu kan ik de bovenkant kan ik er gewoon mooi zo netjes bij doen. Voor nu is het gewoon prima. Hij zit iets verder naar voren, maar dit kan ook bij jou gebeuren. Dat is helemaal niet erg. Dan gaan we het gewoon zo meteen nog een keer doen als je dat heel graag wil. En anders, dan moet je er maar gewoon mee leven. Op zich is het niet heel erg, want mijn vingers die zullen er toch niet echt veel problemen mee gaan krijgen. Want mijn wijsvinger die zit er toch wel meer voor. Dus dat maakt niet heel erg veel uit. Nou, dan ga ik ook het grote deel erop plakken. Oké, dit is dan altijd wel even een ding, want mijn vingers zijn nog plakkerig van het afhalen van de vorige riptape. Dus dit is dan echt klote werkje om hem er weer op te krijgen. Probeer met het openmaken van een riptape plakstukje, probeer dan een hoek te pakken die je niet op je boordje gaat doen. Want je gaat het zeg maar wel terugzien als je het op een hoek doet die wel op het boordje gaat. En voor deze kant is het heel simpel. Je sluit hem eigenlijk gewoon aan bij het andere gedeelte van het streepje. Zo. En dan plak je hem naar voren. Zo. Zo. En dan zit ook die erop. Zoals je kan zien, hij ziet er goed uit. Ik heb hem iets te veel naar de rechterkant gedaan. Maar dat maakt niet uit, want het zit eigenlijk precies goed. Dus dat is niet heel erg. Dan hoef ik aan deze kant gewoon wat minder weg te halen. Dus dat maakt niet heel erg veel uit. Maar wat nu? Ik zie heel vaak mensen met een schaar dit weg proberen te knippen. Dat is niet de bedoeling. Helemaal met foam tape is dat niet de bedoeling. Kijk, met normale riptape is het anders. Maar omdat wij met foam tape werken, gebruik je een nagelveldje. Dit is omdat het wat makkelijker is, omdat het wat fijner is. En omdat het natuurlijk ook dat foam tape best wel een fijne stof is, is het belangrijk dat je het op die manier weghaalt. Ik zoom hem even wat verder uit, zodat jullie goed kunnen zien wat voor beweging ik maak. Ik ga met de nagelvel naar beneden en naar voren tegelijk. Deze beweging maak ik, zeg maar. En dat doe ik dan gewoon voor de rest van het bordje. En zoals je kan zien, in het begin is het zo van, hé, er gebeurt niks, maar dan gebeurt er ineens toch wel wat. Ik hou hem ook wat schuin, zodat het mooi netjes, zeg maar, met de randing van het bordje meegaat. Zo, en dit is dan de voorkant. Dan is het gewoon een kwestie van eraf pilken. Zo. Nou, zoals je kan zien had ik het hier nog wel wat meer kunnen doen. Dat maakt niet zoveel uit. Het is ook een beetje geplakt aan het boordje. En dan, ik frommel dit nu gelijk op. Maar bewaar dit wel altijd. Want je kan het altijd gebruiken om onder andere rams te zetten. Of zorg dat je die al klaar hebt liggen. Want het is altijd handig om te hebben. En zoals je kan zien, het is nog niet helemaal netjes. Dus ik ga het toch nog eventjes zo bijwerken. En even gewoon met je duim een beetje zo weghalen. Een beetje wegduwen. En voilà. We hebben een nette voorkant. Dan gaan we ditzelfde doen ook bij de achterkant. Je hoeft je geen zorgen dat je schade maakt op het boordje, want die zijn al zo goed geveld en geschuurd dat dat eigenlijk helemaal niet uitmaakt. Ze zijn daar ook tegen bestendigd, dus het is eigenlijk niet erg als dat gebeurt. Dus nou, ook voor deze kant gewoon weer lekker zo eraf pulken. Zorg dat het niet te moeilijk is, want als het te moeilijk is dan moet je het toch nog even opnieuw doen. Want dan heb je het nog niet ver genoeg gedaan. Nou, ik zie dat ik bijvoorbeeld aan deze kant nog best wel veel lijm heb. Dus ook daar ga ik nog heel even een keertje extra langs. Zodat ik dat ook allemaal mooi weghaal. En zoals je nu kan zien, is die gewoon helemaal netjes. De riptape is gewoon helemaal goed. En naarmate van hoe meer je ermee boort, hoe minder de randen gaan plakken en hoe minder last je daarvan zult hebben. En nu hebben we gewoon een hele nette riptape job. En zo kan jij dat dus het beste op jouw boordje doen. En nu denk je van, maar ik heb geen gaatjes. Maar hoe krijg ik dan die schroefjes er doorheen?
Nou, dit is gewoon een kwestie van kijken en voelen met je tool. Met de TekTek tool kan je het natuurlijk ook doen. Je kan hem vanaf de onderkant, als je iets nog dunner hebt, zoiets van een pincetje of zo, kan je het vanaf de onderkant alvast iets induwen, zodat je weet waar je moet prikken. Nou, ik heb dit inmiddels al zo vaak gedaan dat ik gewoon een beetje vanuit mijn gevoel, gewoon ik kijk aan de onderkant, ik kijk aan de bovenkant en dan ga ik gewoon een beetje prikken. Ik voel zeg maar dat ik er doorheen ga en dan ga ik gewoon een beetje draaien zo. En dan weet ik, ah, dat is gat 1. Nou, dan weet ik ook gelijk, hier zit ongeveer gat 2. Dan voel je dat ook gelijk. Hoppakee, maak je er een gat. Door te draaien maak je het wat groter. En dat doe je dan ook hier. En dat doe je dan ook iets naar beneden. Het is gewoon een kwestie van voelen. En nou, omdat ik inmiddels zoveel fingerboards in elkaar heb gezet, weet ik ongeveer uit mijn hoofd waar die gaatjes zitten. En dan heb ik hier zo gaatjes voor de bolts waar de trucks in gaan natuurlijk. Nou, ook bij de achterkant werkt het precies hetzelfde. Wat je ook kan doen is gewoon even voelen met je wijsvinger aan de onderkant. Gaan we even kijken. Ga ik via de zijkant kijken. Ik kijk via die kant. En dan kijk ik ongeveer, oké, daar moet ik heen. Dan zit ik ongeveer, hier zit ik goed. Nou, ik heb er even goed doorheen geprikt. Dus dan weet ik van, daar zit ik goed. Ga ik weer gaatjes draaien. Doe ik daarnaast ook. En je voelt het ook als je er goed in zit. Dan voel je de rip tip ook, zeg maar, indeuken. Ja, nou, hier zit ik ook goed. Hij glijdt er zeg maar een soort van zelf ook in. En het klinkt allemaal heel seksueel nu ik het allemaal zo aan het vertellen ben. Maar het valt allemaal reuze mee, jongens. Niet zo gek doen. Nu hebben we de gaatjes in de riptape. En ziet hij er gewoon goed uit. Ook aan de zijkanten. En nu gaan we naar de volgende stap. En dit is een leuke stap. Want nu gaan we de wielen op de truck zetten. Bij een TekTek tool of bij de Black River Rams tool. Het is maar welke je hebt. Is het gewoon een kwestie van heel simpel. Links los. Rechts is vast. Dat is altijd zo. Is ook met dit zo. Gewoon naar links draaien. Dan komt die los. Hoppakee. Pak je het wieltje. Stop je het wieltje erop. Dit is niet heel moeilijk natuurlijk. Wat ik nog wel wil zeggen. Deze trucks die blijven een beetje haken. Dus ik moet bij deze bijvoorbeeld even hard doorduwen. Zodat hij er goed op zit. Dat kan zo zijn. Pas er wel gewoon bij op. Want soms wil het wel eens zijn dat de bearings zeg maar loskomen van de trucks. Dat is natuurlijk super zonde als dat gebeurt. Zoals je kan zien, ik heb hem gewoon goed hard aangedraaid. Maar hij moet natuurlijk niet te vast, want hij moet wel gewoon nog kunnen draaien. Nou, deze draait niet heel erg vanuit zichzelf, maar hij zit wel goed. Hij beweegt ook niet, en dat is ook wel belangrijk. Maar zorg gewoon dat hij goed vast zit. Zo, ook het andere wieltje gaat er ook op. En zo doe je dit ook bij de andere truck. Dit is op zich niet heel moeilijk. Maar je moet gewoon voor zorgen dat hij niet te vast zit. Maar ook niet te los. Want dan is het makkelijk dat het wieltje losschiet. En dan kan je hem kwijtraken. En ja, voor wieltjes van 2 euro is dat niet zo heel erg. Maar voor wieltjes van 50 euro, ja, dat wil je natuurlijk niet kwijtraken. Dus zorg dat hij goed vast zit. Nou, bij de Black River Ram trucks hebben ze gewoon goede bolts. Dus daar maak ik me niet zo zorgen over. En dan gaan we dit ook doen bij de andere. En voilà, we hebben onze trucks gereed om op het boordje te gaan. Maar nu komt het grootste en moeilijkste ding voor heel veel mensen. Voor mij ook nog steeds. Hoe zet je nou die trucks goed op het boordje? Dit heeft wel wat aandacht nodig. En hier ga ik jullie ook wat tips uitleggen hoe je het makkelijkste kan doen. Wat ik meestal doe, is gewoon de schroefjes er alvast een beetje in. Dus dan leg ik ze zo, hoppakee, dat is 1. En dan leg ik ze allemaal klaar. Ik doe dat per truck, dus ik doe ze er niet alle 8 in. Omdat we ze gaan omdraaien en dergelijke. En dan wil het wel eens gebeuren dat ze er weer uitvallen. Dus doe maar gewoon 4 per keer erin. Dus hoppakee, 1, 2... Nou, die zitten allemaal gereed om erin gedraaid te worden. Zorg dat ze wel recht zitten, dat je ze niet scheef draait. Dat is ook wel belangrijk natuurlijk. En dan draaien we het bordje even om. Wees wel bereid op het feit dat ze er kunnen uitvallen op deze manier. Dus daarom hou ik het met mijn wijsvinger een beetje tegen. Dan leg ik de truck waar ik hem wil hebben er tegenaan. En dan doe ik mijn duim erop. En dan draai ik het bordje om. En dan pak ik eigenlijk het schroefje wat het makkelijkst voor mij is om als eerst aan te draaien. En dat is voor dit keer is dat deze. Dus dan gaan we hem zo, hop, gaan we hem aandraaien. Ik voel ook al in mijn duim nu dat het boordje beweegt. Alright, nou, dat gaat goed. Zo, nu zit hij erin. Het eerste schroefje zit erin. En dit zal niet altijd even makkelijk gaan, want sommige trucks, helemaal de eerste keer, zijn de schroefjes heel moeilijk. Dus je moet het wel goed tegenhouden met je duim. Dat moet ik nu ook gaan doen. Nou, ik moet hem wel even goed zetten, omdat hij een beetje gedraaid is. Zet ik hem weer zo recht op het boordje, dat ik de schroefjes er weer doorheen zie. Dan kan ik hem omdraaien en dan doe ik met mijn wijsvinger
druk ik er echt tegenaan. Ik zet echt veel kracht. En dan pak je eigenlijk degene de schuin tegenover. En zodra je die ook vast hebt, gaan we ook even vastdraaien. Zo, ik voel dat die ook naar binnen komt. Dus ik moet echt wel druk zetten met mijn wijsvinger. En hoppakee, nu zit ook die zit goed vast. Ook belangrijk dat die hier gewoon goed connect. Want dit is zeg maar waar het heel vaak fout gaat bij mensen. En daar heb je gewoon wel even een beetje kracht voor nodig. Omdat je hem wel goed moet tegenhouden. Wat ook kan, als je de eerste hebt ingedraaid, dan doe je zo, zet je hem op de tafel en dan duw je heel hard aan. En dan ga je die andere aandraaien. En die andere twee. En dan ga je nog een keer kijken en dan zie je, oh, die is niet goed genoeg. Draai die even los, druk je hem nog harder aan en dan draai je hem vast. Zo heb je hem gewoon goed vastzitten, dat de truck goed tegen het boordje aan zit en niet los. Kijk, zoals je kan zien kan ik het hier ook gewoon nu makkelijk aandraaien. Alleen natuurlijk bij de eerste is het gewoon even net wat anders. Omdat als je dit zou doen met de eerste, dan zou die eronder uitvliegen. En nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet handig. En dan zit je eerste truck alweer goed vast. Alle vier de bolts zitten erin, niks aan de hand. Hij zit goed vast. Er zitten geen gaten tussen. Ik zal het even op deze manier laten zien. Er zitten geen gaten tussen. Hij zit gewoon goed vast. Hij gaat er echt niet af nu. En nou ja, dat is ook wat we doen met de tweede truck. En dan de laatste truck. De bolts zitten er al in. Ik leg hem er tegenaan. Ik hou hem met mijn duim hou ik hem vast. Zet hem even goed op. Zo, hoppakee. Omdat er nu al een klein beetje de schroefjes er voorbij komen, blijft hij ook wat makkelijker op zijn plaats. Dan draai ik hem weer om. Pak ik degene die het makkelijkste is voor mij om als eerste vast te draaien. En dat is weer dezelfde. En ik denk ook dat het eigenlijk elke keer op deze manier het makkelijkste is. En voilà, we zijn hem nu aan het aandraaien. Ik voel ook dat hij erin gaat. En ja, zoals je kan zien, hij zit er inderdaad in. Dus dat is wel echt super fijn. Dan zit hij er meestal gewoon gelijk goed in. En dan ga je gewoon even kijken, zit hij goed? Hij zit goed. En dan draai je hem weer om. En zoals ik net ook zei, dan kan je hem vanaf bovenaf kan je hem aanduwen. En dan draai je degene die er diagonaal tegenover zit, draai je er tegen in. Hoppakee. En ook die zit goed vast. En als het goed is, kan je nu zien. Hé, kijk, er zit een klein gaatje. Dus dat gaan we fixen. Maar aan deze kant zit het niet. Dus dan is het heel simpel. Gewoon een kwestie van eventjes de andere gewoon eerst even eraan vastdraaien. Zodat je één kant helemaal goed hebt. Dan kan je deze ook gewoon goed vastdraaien. Even kijken. Deze gaat ook wat moeilijker. Omdat die dus wel een beetje schuin zit. Dus halen we hem iets los weer, de eerste. En dan draai je hem weer gewoon helemaal goed vast. En dan goed aanduwen. Ik ben nu ook, zoals je kan zien aan mijn duim, ik duw ook best wel hard aan. Het is echt wel belangrijk dat het gewoon goed vast zit. Want je wil gewoon niet je druk verliezen. En dan is die alweer klaar. Dan heb jij jouw setup helemaal compleet. Er is nog wel een kleine tip die ik wil geven. Zoals jullie kunnen zien, zitten mijn trucks echt super los. En dat komt natuurlijk door de bushings. Maar dat komt ook omdat ik hem best wel los heb zitten. Nou, bij sommige schroefjes kan dit heel erg goed. Bij sommige schroefjes kan dit eigenlijk niet. Zoals jullie konden zien in de vorige video, toen ik deze gebruikte, vloog de truck eraf. Dat kwam natuurlijk ook door middel van de trucks die ik hier gebruikte. Die zijn natuurlijk niet op even hoge kwaliteit als de Black River trucks. Maar dat zou op zich niet heel veel uit moeten maken. Maar het gaat om het moertje of het boutje wat er bovenop zit. De ene blijft wel goed zitten en de ander niet. Mocht dit nou zo zijn, pak dan een klein tangetje. Haal hem er even af. Knijp hem iets in, niet te hard, maar ook weer niet te zacht. Zodat hij gewoon wat beter blijft klemmen. Dat is gewoon wel belangrijk. Het is gewoon heel chill dat je goed kan sturen. En zoals je kan zien, als ik het vergelijk tussen de twee, hoeveel beter deze kan sturen vergeleken die. En zorg ook gewoon dat die goed los zit. Want het is gewoon heel fijn voor als je bijvoorbeeld een kickflip wil doen. Als je dan een beetje schuin gaat en de trick maakt, dan is het makkelijker dan als je gewoon statisch bent en dan de trick doet. Het werkt gewoon een stuk beter. En dan is je board gewoon helemaal compleet, is die helemaal chill en kan je hem gaan gebruiken en kan je gekke tricks gaan doen. Bob, oh, ik hoor wat. Barend, take it away. Meer is het niet. Het is eigenlijk vrij simpel en ik hoop dat jij in ieder geval wat hebt gehad aan deze tutorial. Ik vind het super goed gelukt en nadat ik dit had opgenomen ben ik dus ook even weer gaan boarden om hem te testen. En ik ben erachter gekomen dat mijn wijsvinger, als ik hem neerzet voor elk trucje dan ook, precies net voor die lijn komt. Dus dan kan ik er makkelijker aan houden. Zo kan je natuurlijk ook je riptape neerzetten. Zo van, hey, als ik hier dan op mijn vinger doe, dan weet ik dat die daar goed zit. Dat kan ook. Er zijn allemaal verschillende manieren natuurlijk. Ik ben nu live, zoals jullie kunnen zien, op Instagram. Als je me nog niet op Instagram volgt, ik heb bijna 1000 volgers. Dus wie weet, bij 1000 volgers op Instagram ook nog wel iets leuks. Yo, abonneer op Almost Normal. Ewa, abonneer alsjeblieft, hij doet het echt supergoed.
Ah, super lief, guys. Kijk, Almost Normal Fan. Die hele chat gaat zelfs verkeerd. Ja, dus bijna 1000 volgers. Het is echt veel bijna's deze video. En ik ben ook super benieuwd wat voor tutorial jij nog meer wilt zien op dit kanaal. Want ik vind het super leuk om jullie te helpen. En ik hoop dat jullie er ook echt wat aan hebben. Want dat vind ik gewoon leuk om te doen. Vind ik gewoon leuk. Vind jij leuk? Ik vind het wel leuk. Ja, ik ook. Ja, mooi. Alright, dan heb ik deze video niet zoveel meer te zeggen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer en tot de volgende keer. Dat was echt het meest cringe outro die ik ooit heb opgenomen, maar ik ga hem wel gebruiken. Ha.